Pasen is eigenlijk een Hebreeuws woord. Het wil gewoon zeggen passage. Pasen is een doorgang. En dat is de kern van ons geloof. Waar er donkerte is, daar gaat God met ons erdoor heen trekken naar het licht. Het is wat er bij Jezus gebeurd is. Hij is in de dood gegaan, helemaal ten onrechte. Is hij vermoord. En God was bij hem en hij is door die dood naar het leven gegaan. Een passage van de dood naar het leven. En dat is de kern van het geloof. Er is altijd hoop. Te midden van de dood, te midden van de pijn, te midden van de duister is er iemand bij ons en die haalt er ons door. En dat gaat gebeuren in de paasnacht. Het is dan donker, dan wordt er licht ontstoken. Voilà, je hebt hier de paaskaars en daar zien we in dat eenvoudig vlammetje waar het om gaat. Jezus is licht. En er worden mensen gedoopt ook. Die doen ook een passage. Ze gaan hier, kijk, in dat water. Ze worden in dat water ondergedompeld. Ze moeten echt kopken ondergaan. Maar ze komen weer boven. En dat toont waar het in het leven om gaat. Als ik kop onder ga, dus het is ook mijn ervaring. Ik blijf niet onder zitten. Ik kan terug ademhalen, leven. Het is een enorm geschenk voor mij dat we Pasen vieren. Het is voor mij ook een passage. Namelijk, als het minder goed gaat, als de stress toeslaat of de angst, of een slecht beeld over mezelf, niet altijd een onrechte trouwens, weten, ik kan er beginnen. En God is niet ver. En vooral hij aanvaardt iedereen, maar mij ook. Hij aanvaardt mij zoals ik ben. En dat is zo'n geruststelling. Geeft ook zo'n een vrijheid. Hè? En juist dat zorgt dat er iets kan veranderen, ten goede. Van te weten, ja maar kijk, Jezus laat mij niet alleen. En wat hem is overkomen, dat hij namelijk tot nieuw leven kwam, overkomt mij ook. En mensen rondom mij. En ik denk, in plaats van altijd maar te oordelen, wat ik vooral voor mezelf doe, hè, dat is steriel. En een mens ja, ligt neer dan. Maar iemand die vrij spreekt en zegt, ja, maar het is goed, het is al goed genoeg, dan het is een start om te groeien. En dat is zo mooi. En het gebeurt. Hè. Als er mensen geholpen worden die alleen zijn, of die hier migrant of transmigrant zijn, of die als bejaarden zo alleen zitten, dan is dat een passage die gebeurt. Het is wat dat me mogelijk maakt bij anderen, wat dat we eigenlijk zelf ervaren. We gaan niet een kopje onder. We komen boven en we kunnen leven. En dat moeten we samen doen. Alleen gaat dat echt niet. Zeker in onze cultuur moeten we als groep, als gemeenschap, dat is de kerk, hè, de overgang maken van de dood naar het leven. Van het donker naar het licht. Het is een pracht van een tekst in de Bijbel die dat heel kort zegt. Het is uit de Johannesbrief en het gaat zo. We zijn overgegaan van de dood naar het leven. We weten het, omdat we elkaar beminnen. Voilà. De liefde is de proef op de som. Liefde sterker dan haat. Leven sterker dan dood. En dat geeft hoop. En dat hebben wij en de hele wereld vandaag zo nodig. Dat de liefde betrouwbaar is.